Goedemorgen, leuk dat je kijkt weer naar de 15e week vlog. Het is vandaag dinsdag en ik lig in bed en ik ga de show uit. Ik moet naar mijn stage straks en deze week is echt mijn laatste week. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik ga het wel missen, maar ja, het is ook wel lekker om even rust te pakken, want ik ben echt dood. En gisteren is dus niet de weekvlog online gekomen. Van die afgelopen maandag online is gekomen. Dus voor jullie vorige week is die een keer op dinsdag online gekomen. Maar ik wil het veranderen qua dagen. Omdat ik er best wel veel moeite mee heb om het nog zondagavond te editen en zo. Dus wat vinden jullie? Doe even in de reacties of jullie de vlog op maandag of op dinsdag willen zien. Dus yes. Ik ga nu uit bed. En dan zie ik jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag donderdag alweer. Ik heb even een dagje overgeslagen met vloggen. Hieronder zit, hier ondertussen zit Typify mee te chillen. Ik ga zo lekker Dino kijken, want Typi komt haar. En ik probeer ook een paar stukjes te filmen natuurlijk. Morgen is ook alweer mijn laatste stagedag. En dat is natuurlijk super jammer natuurlijk. Ik ga daar wel ontzettend missen, want ik gun iedereen zo'n stage die ik heb gehad, iedereen ook toe. Ik ga lekker Dino kijken, want het gaat beginnen. Tot zo. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ben klaar met stage. Oké, ik vind eigenlijk zo ontzettend kut dat ik klaar ben met stage. Ik wil er echt langer blijven. Maar ja, ik ben nu aan het genieten van mijn welverdiende vakantie. Ik zit lekker comfy op de bank. Monica Geuze vlogs kijken. Ik ga zo even cola pakken en wat chips, want dan ga ik even lekker chillen. Hashtag ultimate genieten. En ja, ik zie jullie zo weer. Want ik zie jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik zit in de auto en we gaan naar het tuincentrum. Want we gaan wat plantjes halen voor de tuin. Het is super lekker weer buiten. We staan in de straat van mijn opa. Maar mijn opa die gaat ook gezellig even mee. En vanavond heb ik een verjaardag. Van Ines, een vriendin van Ines zeg maar ze mocht plus 1 meenemen. Dus ik ga mee. En morgen ga ik heel spontaan met Ruby, Sylvana, Naomi en Marleen gaan we bowlen in Schiedam. En daar heb ik super veel zin in. En natuurlijk ga ik dat ook vloggen, maar ik ga eerst naar het tuincentrum. Ik heb trouwens mijn oortjes in. En ik ben echt verslaafd aan het nummer trouwens van Lee, Ik Leef, van Angry Birds, The Movie. Dat liedje heb ik ontdekt via Monica Geuze. Haar vlogkanaal zou ik wel in de beschrijving zetten. Maar ga ook zeker even haar kanaal checken. En oh my god, ik heb hier gewoon een puisput. Oké, ik ben trouwens ook klaar met stage. En het viel me echt op. Ik zat er echt met een... Ik heb er gisteren niet zo heel veel over verteld. Maar ik zat er echt letterlijk met een dubbel gevoel. Ik vond het leuk dat ik wegging. Maar ook weer niet. En ik ga gewoon iedereen missen daar zo. En ik ga natuurlijk niet de naam zeggen waar ik stage heb gelopen. Want dan gaan mensen daarheen en whatever. Natuurlijk kan je er altijd heen voor je dingetjes en zo. Maar je moet dan... Oh, even mijn hand ondersteunen. Ah, ik heb pijn. Dus ja, ik vond het echt niet leuk. Ik had ook echt het idee dat ik het echt gewoon KUT vond. En dus ja. En maar mijn stage was super lief en... ik ga er echt zeker nog een keer heen om gewoon even te helpen, whatever. Maar waar ik op punt kwam is, ik heb heel veel vrije tijd ineens. En dus dat betekent dat ik vaker gewoon lekker dagjes weg kan. Maandag heb ik dan mijn laatste examen op school en daarna ga ik in de middag naar de bios. Maar dat zien jullie in de weekvlog van volgende week. Dus ja, ik heb ineens veel vrije tijd. Ik weet echt niet wat ik daarmee moet doen. Laat me even weten in de comments wat jij doet als je heel veel vrije tijd hebt. Misschien ga ik dan wel even naar Amsterdam of zo. Misschien. Oh, dit is trouwens wat ik aan heb trouwens, by the way. Deze top komt van de Primark. Deze heb ik al echt 3 jaar of zo. 2 of 3 jaar. Mijn broek komt van de Zara. En mijn Adidas schoenen. En ik kon geen sokken vinden. Dus ik heb gewoon mijn blote voeten. Maar dat maakt niet uit. En ik ga er vandoor. Ik zie jullie zo weer. In het tuincentrum.
In de auto. We hebben net plantjes gehaald. Hier een heleboel. En we staan nu weer bij mijn opa. En we staan nu weer bij mijn opa thuis. Nou, ga je het vies hebben. Oké. We gaan nu naar we gaan even boodschappen doen. En even naar Xodus, mijn favoriete Indische winkel. Like, als je in er bent, dan ken je sowieso de Xodus. En de Oriental. Dat ga ik echt daar. Ik ga mijn spekkoek halen. Superleuk. En ik ben vooral gek op spekkoek met banaan. Dus I like it. Dus ja, en vanavond heb ik dat al verteld. Ja, vanavond ga ik dus naar een verjaardag. Dus daar blijf ik ook slapen bij Ian. Dus ik moet mijn koffertas nog inpakken. En dan moet ik gaan fietsen naar Nooddorp. Ik weet niet hoe lang dat verder is, maar het is voor mij een half uurtje. Maar ik ga gewoon ondertussen belletjes doen en muziek luisteren en dat soort shit. Ik heb er wel heel veel zin in eigenlijk, in die verjaardag. Ik ga trouwens ook daar wel beelden maken. Maar ik laat die mensen niet zien die... ik laat natuurlijk wel inzien en zo. En ik heb ook zin in morgen bowlen. Ik ben zo slecht daarin. Vooral als die hekjes niet omhoog staan, weet je. Dan kan ik niet... Ik heb ooit een keer een strike gegooid. Ik was helemaal blij. Jee, ik heb een strike gegooid. Bleek ze op een verkeerde baan te zijn. Toen dacht ik, shit. Dus, ja. Dus ik zie jullie zo weer, want ik ga weer verder rijden. Oké, de plannen zijn gewijzigd. Ik ga dus niet meer naar het feest. En ik sta dus nu in Quinty de kamer te chillen. En het is nog lekker weer buiten. En ik heb trouwens weer mijn Adidas-vest aangetrokken. Maar er was een tijd dat Adidas-vesten fucking populair waren. En ik heb er dus eentje met een legerprint. En ik heb hem weer herontdekt in mijn kledingkast. En ik vind hem eigenlijk best wel schattig. Dus ik ga hem vaker dragen. Kijk hoe cute Quinty haar bedje is. Cute. Oké, vraagje. Doe een duimpje omhoog. Ik op de achtergrond, zie je mij? Nee, ja, je ziet wel alleen je een plukje haar, but oké. Duimpje omhoog als Quinty ook een YouTube kanaal moet hebben. En laat mij even weten hoe ze het dan moet noemen. Dus, ik ga nu een video opnemen. En dat zien jullie zo weer. Meloensalade eten en een verknipt video kijken. En Jeroen van Holland, dit is Jeroen van Holland. En dit is hun YouTube kanaal genaamd Verknipt. En deze video heet Niemand mist school. Ik ga dit lekker opeten. Goedemorgen, het is vandaag zondag en vandaag ga ik bowlen gezellig in Schiedam met Marleen, Sylvana, Naomi en Ruby. En ik heb weer voor de verandering mijn Xite t-shirt aangedaan. Ik heb net al de weekvlog geëdit. Hij is nu al 14 minuten. Ik wist niet eens dat ik zoveel had gefilmd eigenlijk. Ik wilde mijn kamer een beetje gaan opruimen. Want het is weer een bende. Maar ja, dat moet ook nog gebeuren. En dat ga ik nu ook doen. Ik ga er gewoon mee zitten zo. Dus dat wil ik gaan doen. En voor de rest weet ik eigenlijk niet wat ik ga doen. Dus ik moet mijn kamer opruimen. Dan ga ik me omkleden. En dan ga ik bowlen met de meiden. Dus dat is super chill. En mijn camera zit ook in de lader. Want die ga ik meenemen voor beelden. Om daar te schieten. Dus dat wordt super awesome. Ik heb er super veel zin in. En ik ga me nu echt omkleden. Kijk eens met wie ik herenig ben. Sylvana. Sylvana. Zwaai eens. Waar gaan we heen? Schiedam. We gaan bowlen met? Ruby, Marleen. En Naomi. En Naomi. En Sylvana en ik. Ja. Hey, wie gaat er winnen? Nou, ik niet. Ik denk dat ik weer een strijk heb, maar ik heb een baan. Ik kan sowieso niet bowlen, dus dat wordt wat. Maar het wordt superleuk en super awesome. Dus we zien jullie zo als we herenigd zijn met Marleen, Ruby en Naomi op Schiedam. Schiedam. Okay. Ja. Hoi, we zijn onderweg. Ik ben met Ruby. Sylvana met haar lelijke dingetje hoofd op. Marleen natuurlijk. En Naomi. Wat gaan we vandaag doen? We gaan bowlen. Auw, kutkind. Je moeder. Bowlen. Kijk, hier gaan we op bowlen op een boot. Nee, gaatje maar.
Hoe ver is het nog lopen? Het regent en mijn haar heb ik gesteld. En dat is gewoon voor mijn elastiek. Oké, doei. Oh my god, hier is een Albert Heijn, een blokker en een Sena en een... Auw, kutkind. Waarom moet je... Oh, dat ben jij Marleen. Hallo Marleen. Je dacht zeker niet. Sylvana. Ja, maar ik vind het leuk dat ik een schermpje heb, want ik kan kijken wie wat doet. Hoi Marleen. Toch heb je het. Hallo Marleen. Ja. Maar hoeveel zin hebben we in bowlen? Kijk, oké, ik ga je even vertellen. Ruby, hoezo ben je op het idee gekomen om te gaan bowlen? Er was die streef. Ja, er zit een borst in mijn camera, maar... Oh, oké. Binnenkort nieuwe telefoon. Marleen staat zo tegen dat bord aan. Marleen niet doen. Maar hoe ben je op het idee gekomen om te gaan bowlen? Nou, ik zat lekker op mijn vrijdagavond. Lekker te zitten gewoon op mijn bed. En keek een film over bowlen. Nee. Ik dacht gewoon, wat kan ik zondag doen? Wat kan ik met mensen goed likken? Bowlen. Marleen. Serious? Bowlen. Wie gaat er winnen? Nou, ik niet. Ik heb geen bril op, dus mijn bowlingbal komt sowieso aan de andere kant van de wereld. Oh my god, of er gaat sowieso eentje iemand die een bowlingbal op de andere baan gooien. Dat denk ik. Dus ja, ik ga jullie even vaarwel zeggen. En ik zie jullie op de bowlingbaan met de lelijkste schoenen ever. Doei! Wacht, ja! Hey. What is that? Ik ga echt serieus stuk. Het ging zo goed, het ging zo mooi. Oké. Let's go, Marleen. Wij zijn echt goede bowlers. Sylvana, schiet op. Ja. Je moet... Nee. Ruby heeft nul. Wat dacht jij? Als je gaat vloggen, dan gaat het helemaal fout. Je haar is zo on point, Ruud. Ja, oké, let's go. En Sylvana, hoe gaat het nu? Maar hoe gooi jij? Sylvana heeft 0 punten. Naomi heeft 0 punten. Ruby, wij staan zo bovenaan. Wij samen staan bovenaan. En ik sta tweede. Yeah. Allemaal op de Ik ben Matt. Matt. Bam! Ben je serieus? Yo! Hey! Wie staat er bovenaan? Ruby! En wie staat er daarna bovenaan? Jij. Ik. Daarna Marleen. Daarna Sil. En daarna Naomi. En Naomi staat laatste als elf. Met elf. Sil, hoeveel punten heb je gegooid? 9! 9! On the kippy like! Gaatje lekker! Mensen willen dat dus niet zien, hè? Ik heb een foto gemaakt. Oh. Maar bowlen is echt leuk. Dit... Dankjewel, Ruud, dat je ons hebt meegevraagd. Hey, Sil, doe je dansjes. Oh, we beginnen weer helemaal overnieuw. Ja, de tweede ronde. Ah, boe. Sexy hoor. Woe! She's mad. Because ze eieren strijken. Ruby, je staat ervoor. Niet veel, met haar en veel. Omdat even, wie zijn dit? Ja, ja, ja.
We zijn op de bowlingbaan en we horen Be Brave inderdaad. Ik vind het zo moeilijk om te laten gaan. Want je body is hot en jij bent zo. Jij kan maar. Alleen. Mijn verleid. Doei doei. Je maakt het erger. Die gaat er doorheen. Ja, erin. Hij zat erin. Wacht even. Precies in het midden. Three times, go and make him spare. Ha ha. See what you're doing, man. Oh no no. Gooi je spare, two times. Ik gooi eerst draai. Oh nee, bloep. Three times, go and make him spare. Here we go, komt ie. Feeling like a million bucks. Maar nee, zing. Komt ie, Luuk. Dollar, dollar bill, yeah. Gooi je straai. Gooi je straai. Dollar, dollar bill. Doei. Feeling hot. So sexy, like paper, paper, second. And if you feel like catching on, I promise you perfection. Cause you and I want the whole world to work. So if you want to hold a girl like me, you'll never care. Let me know. Oh, 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 oh. Hey, wie is de eerste geworden? Ruby. Ruby. Wie is de tweede geworden? Marleen. Wie is de derde geworden? Ikke. En wat ben jij geworden? Vierde. En Sjofana is laatste. Laat je likken. Eeuw, Marleen. Eeuw, Jezus. Doei. En we zitten op een bankje. Ik ben met Marleen en met Naomi. En we zitten lekker aan het water. En ja, we gingen net lopen. We zijn helemaal gaan lopen. En we willen dit vaker doen. Dus gewoon lekker één keer per maand iets leuks gaan doen. Volgende keer gaan we naar het springpark of zo. We gaan met deze vaste squad gaan we wat leuks doen. En ik moet dus nu nog een... Jamie moet poepen. Hou je mond. Marleen heeft, heeft er net overgegeven in mijn schoen. Nee, geintje. Kijk wat? Wat? Daar ging haar metro. Van wie? Van haar. Ah, zielig. Maar we gaan dus lekker... Takeover, hi. Wacht, hoe doe je dit? Oh, wat grappig. Ik denk dat ik ook ga beginnen met vloggen volgende week. Want dan ga ik het iPhone 6 halen. Ga ik iPhone 6 halen en dan ga ik ook vloggen. Yo. Ik neem de gouden. Ik ook. Bye, Matties. Met misschien met 64 gig of met 124. Ik wil 64, want dan kan ik lekker veel vloggen. Tik hem aan, gozerd. Dus mij ga je binnenkort ook zien op YouTube. Abonneer alvast. Ik weet Marleen nog niet wat. Marleen FW. Nee, op Marleen haar kanaal heet Marleen lacht als een konijn. Nee, Marleen FW gaat die heten, denk ik. Want dus. Ja. Marleen Fleur was co, onthoud dat. Klopt dat. Ik ga beroemd worden, jongens. Ja, met twee abonnees. Je moeder en je vader als abonnee. Nee, geintje. Maar even serieus. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het abonneren. Ik heb 700 abonnees gehaald gisteravond. Even klappen. 700?
goed zo. Bijna 1000. Bij 1000 abonnees mag Ines een taart in mijn gezicht gooien. En binnenkort gaan wij, Marleen, binnenkort gaan wij iets super vets doen. We gaan er nog niets over vertellen. Maar het heeft te maken met KFC. Oh ja! Niks zeggen! Ja! Niks zeggen. Als ik vrij ben, ik hoop het. Ik ga niet doen met KFC. Ik hoop het. Beter ga ik... Avel, iemand krijgt oor-aids. Oor-aids. Oké, ik bedank jullie voor het kijken naar deze 15e week vlog. Ik bedank je voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!